Zullen we de kijkers vragen welke straf jij moet krijgen? Hebben jullie enig idee wie dat gedaan zou kunnen hebben? Ik poef. Poep. Zit je dat speciaal? Nou, ik denk dat jij het gedaan hebt. Ik heb niet. Ik heb het echt niet gedaan. Ik denk als het de geest heb gedaan. Maar pap, ik heb het eigenlijk niet gedaan. Eigenlijk niet. Ik heb het echt niet gedaan. Ik geloof je niet. Ja. Zo, pas op. Jalicia die staat maar te springen, wat die wil wel vertellen. Nou, wat wil jij nu weer vertellen? Papa, weet je, kijk wat Jane en Jason heeft gedaan. Jane heeft op Jason heeft het gedaan, kijk. Tandpas, dop van een tandpas en daar heel veel tandpassen om. En hier ook. Nou, dan ga ik ze daar even op aanspreken. Laat maar liggen, dan mag ze dadelijk opruimen. Wij hebben een probleem. Ja. Wij treffen net op de badkamer een hap tandpasta aan in een dopje en in de wasbak. Zou dat mogen? Gezondheid, zou dat mogen, denken jullie? Nee. Nee. Hebben jullie enig idee wie dat gedaan zou kunnen hebben? De boef. De boef. Oh, boeven bestaan wel, maar ze kunnen niet in één keer in door het raam naar binnen klimmen. Nee, oké, okay, en zou een boef hier naar binnen klimmen om de tandpasta leeg te spuiten? Nee. Dat zou een boef nooit doen. Die ging gewoon stiekem inbreken en stiekem zachtjes omhoog lopen niet en waar spuiten. Dan, niet waar dan, anders zou je hem al lang gezien hebben en dan zou je al lang de hele huis wel doorschreeuwen. Dus had ik al een verdachte op het oog. Zag ik niet. Ja, weet je wat is? Ik denk namelijk dat een van jullie twee het gedaan heeft. Nee, het was een poef. En daarom denk ik inderdaad dat Jaden het gedaan heeft. Nee. Jason. Mag ik je handen ruiken? Chocola. Tandpasta. Appelsap. Mag ik jouw handen ruiken? Poep. Frikadaal speciaal. Ze ruiken allemaal in de tandpasta. Nee, maar jongens, dit is wel heel erg serieus, hoor. Wij maken oude pijn niet. Nee, Jaden was het echt. Ja, maar Jaden had straf, want Jaden was boven. Ja, en ik ruik. Ja, Jaden, jij hebt al straf gekregen. Ja. Naar toetje. Jij hebt al straf gekregen. En nog naar toetje. Luister eventjes. Niemand ruikt dus naar tandpasta. Nee, maar dus wij maken alle pijn niet. Nou, ik denk dat jij het gedaan hebt, Jaden. Maar niet, maar... Waarom niet? Kijk. Ik lieg niet. Kijk, ik, maar waarom... Ik was niet... Ik had dit niet vast en in een dopje gedaan. Kijk, hoe zou ik eigenlijk dan de tandpasta in het dopje hebben gedaan? Dan? Nou, ik ben niet enkel boven geweest. En hoe kwam die dan? Ik ben niet naar boven gelopen. Pasta. Alleen in de tablet gezeten. En met papa de dopje. Ja, hoe komt de pasta nou in dat dopje? Vertel mij, dat is Jaden. Ik weet dat hij was zich het vervelen. En hij dacht... Laat ik papa en mama weer even irriteren. Nee. En oeps, nee. Dat was een beetje te veel. Ik zet het gewoon neer. Ik doe net of mijn neus bloedt. Ik heb het niet gedaan. Ik zeg gewoon, Jason heeft het gedaan. Nee. Nou, Jaden, weet je waarom ik denk dat jij het dus gedaan hebt? Eén, je was boven, want je hebt net al straf gekregen omdat je het bordje weer niet had leeggegeten. Dan moest je naar boven, weet je nog? Toen zat je heel even te schreeuwen, want ik wil naar beneden. Op een gegeven moment was het hartstikke stil. Ik heb twee keer gezegd dat ik wil je niet horen. Het was heel stil in één keer. En dan kan mama gelijk hebben, je verveelde je. En dit soort dingen, scheerschuim leeg spuiten. Hè? Zand overal neergooien. Dat deed ik niet. Nee, dat heb je allemaal niet gedaan, hè? En ik heb met Jason beneden Angry Birds gespeeld. Op de bank. En die, ja, volgens mij had je weinig tijd ervoor gehad. Nou, ik heb weet je wat ik een beetje kwalijk vind hiervan, Jaden? Dat jij... Had het niet gedaan. De schuld aan je broertje wil geven voor iets wat jij gedaan hebt. Ik heb het echt niet gedaan. Wij hebben geheime camera's hangen, hè? Maar ik heb het echt niet gedaan. Dus als ik nu naar beneden loop en ik ga naar die geheime camera, ik start de laptop op, dan log ik me in op die camera, kan ik die beelden zien van de douche. En dan zie ik precies wat daar gebeurd is. Dan zie ik geen Jaden die dat leeg spuit. Nee. Dus, en als ik dat wel zie, wat dan? Dan bel jullie Pietie.
Dan bellen wij de politie. Hij maakt een spelletje van, merk je dat? Ja. Ik heb het echt niet gedaan. Nee, je hebt het echt niet gedaan. Nee. Ik was eens niet op een pakkamer geweest. Ik vind het verhaal van de boef vond ik ook niet zo sterk. Maar eigenlijk, ik hoorde de deur. Als ik meneer was bij papa aan het Engelbus, hoorde ik de deur eigenlijk opengaan van de badkamer. Ja, die heb ik ook gehoord namelijk. Ik heb boven ook lawaai gehoord dus straks. En toen dacht ik dat je gewoon op je kamer bezig was. Ja, want je was immers boven. Maar ik had wel alleen maar op de badkamer gedronken. Gaat niet goed, hè? En je eten niet opeten, daar al straf voor gehad en nu liegen. Maar ik heb op de badkamer water gedronken. En toen deed ik dat niet. En toen ging ik weer naar mijn bedje. Toen zeg ik... Ja, voor de zekerheid, ik krijg ook even die handjes. Daar heb ik ook niks aan. Jalicia. Niet. Daar zit dat pas aan. Jalicia, jij hebt het ontdekt. Jij zei, papa, kijk eens wat Jaden en Jason gedaan hebben. Wie zegt dat jij het niet gedaan hebt? Maar ik heb het helemaal niet gedaan. En ik ook niet. Ik ook niet, echt niet. Jaden, ik wist dat het zo wat jij hebt gedaan. Jij nee, niet waar. Als ik graf had, zat jij lampenbom. Nee. Ja, jongens, luister, willen jullie dat? Ik had alleen maar water gedronken. Geloof je dat, Jalicia? Geloof jij dat, Jason? Nee, ik geloof als het echt niet. Ik... Geloof jij dat, Jaden? ik denk als ik de geest heb gedaan. Ja, geesten bestaan niet. Oké. Okay. Geesten bestaan wel. Ga er eens bij staan, Jalicia. Je bent ook officieel verdachte. Denk jij dat Jason het gedaan heeft, Jalicia? Nee, Jaden. Jaden, denk jij dat Jason het gedaan heeft? Ja. Oké. Okay. Nee. Jason, denk jij dat Jalicia het gedaan heeft? Nee. Denk je dat Jaden het gedaan heeft? Ja. Oké, dus als wij nou een stemronde gaan doen, doen we stemmen. Oké, wie denkt dat Jalicia het gedaan heeft? Hand omhoog. Die is vrijgesproken. Wie denkt dat Jason het gedaan heeft? Hand omhoog. Wie denkt dat Jaden het gedaan heeft? 3. Jaden, u wordt veroordeeld voor het... Het was echt niet waar. Nee, jij wordt veroordeeld tot... Nee, beter. Liegen. Nee, jij wordt veroordeeld tot verspillen van tandpasta. Nee, ja. Hun liegen! En je krijgt een straf om nu direct naar bed te gaan. Nee, hun liegen! Ik was het helemaal niet! Dat moet je hier nou mee, hè? Zullen we de kijkers vragen welke straf jij moet krijgen? Ja, zullen we dat doen? Nee, ja! Zullen we de politie! En meer keuze vragen, en meer keuze vragen. Kunnen we drie bedenken? Een goede straf voor Jaden. Wat zou jij doen, Jason? Bedenk een goede straf. Wat zou jij doen? Tik-tak-tik-tak-tik-tak-tik-tak. Jalicia, heb jij er een? Nee, ik weet er eentje. Jaden, als de politie bellen. Politie bellen. En jij, Jalicia? Een straf voor Jaden bedenken. Straf voor Jaden en je moet de hele dag op de kamer zitten. De hele dag op de kamer? Nee. Maar voor jij gepaste straf voor jezelf? Nee, ik geef hun een straf. Nee, je mag je straf voor jezelf bedenken. Wat zou jij voor straf moeten doen dan? Met een wapenstaf. Dat. En... Heel lang op de kamer moet blijven. Nee, heel lang op de kamer moet blijven. Nee, hem. Nee, jij. Nee, hem. Ik was het niet. Jij was het niet. Niet. Nou, we gaan allemaal naar bed, want het is bedtijd inmiddels. Het was het echt, ik echt niet. Misschien was het de echte geest. Ja. Geesten bestaan het als ik jou dat al zei. Weet je wat te doen? Wel. Jij hebt het niet gedaan, maar je mag het toch gaan opruimen. Kom. Nee. Ja, het is bedtijd. Het was ik niet. Maar je gaat toch opruimen. Misschien heeft het geest echt gedaan. Ja, dan had je die geest moeten tegenhouden. Heb je niet gedaan. Dus hop, lopen. Mama, als een camera laat dan. Ja, die camerabeelden hebben we ook nog. Ja, die moeten we ook nog even bekijken. Zal ik die even halen? Ja. Ja, ja, we kunnen kijken. Ik ga even kijken. Daar val ik door de mand heen. Wat een volhoudertje is dat mannetje, hè. Jaden, kom maar. Kom, schoonmaken. Ja, je moet alles doen. Hij maakt het ook allemaal vies. Ach, kinderen. Ik deed niet. De geest moet het doen. Ja, de geest moest het doen. Geef ze staat in de rug. Wel. Dat is geest. Een geest. Dat is een geest, een soort spook is dat. Die bestaat niet. Nee, die bestaat niet. Maar geesten bestaan wel. Laat maar gaan, het is maar een beetje tamper staan, maar... Moet er wel in de gaten gaan houden, want als hij over deze dingen al gaat liegen.
Maar het is wel grappig zo. Ik ben lekker op. Ik weet het, je hebt het gedaan, hè? Heel bedankt. Dan ga ik lekker opruimen. Ik heb het niet gedaan! Laat rusten, Jason. Maar pap, ik heb het echt niet gedaan. Echt niet. Heb je het echt niet gedaan? Nee, ik geloof je, jong. Ik denk ook niet dat jij het gedaan hebt. Maar alweer als ik erachter kom dat je ooit iets liegt, hè? Dan hebben we problemen met elkaar en dan zijn we geen vrienden meer, hè? Ja, we waren nog vrienden, maar dat kan je... Maar dan zijn we wel even een beetje goed. Dus jij hebt het echt niet gedaan, hè? Nee. Nee, hè? Dus je weet dat we geen vrienden meer zijn, hè, daarna. Dat we met Angry Birds met jou gaan spelen dan, hè? Dus je hebt het niet gedaan, hè? Ik denk niet. Nee? Ik weet het niet. Als je zo begint te kijken, dan begin ik te twijfelen. Waarom noemt ze? Dus jij hebt het echt niet gedaan? Ik weet het niet. Je weet het niet. Ik weet het voor je meer dat hij het wel heeft gedaan. Want ik ken Jason. En ik zie precies wanneer hij liegt. Want als Jason liegt namelijk, gaat hij dus zo doen hoe hij nou doet. Geef maar die Angry Bird eens even. Kom eens even hier met die Angry Bird. Nee, die oren. Heb jij tegen mij gelogen? Ja. Tegen jouw beste vriend, jouw kameraad. Dat weet ik niet. De man die jou later heel veel moet gaan helpen als jij eens een keer ruzie hebt of zo. Ik weet het echt niet. Ik vind het echt heel erg als kinderen tegen mijn lieve liegen tegen zijn eigen mama en papa. Weet je hoe dat erg is? Ja, nee, dat is echt heel erg. Nee, Jason, dat is zo. Wij moeten elkaar kunnen vertrouwen. Dus... En als je een keertje iets doet, ben wel eerlijk. Want als je niet eerlijk bent, word je nooit meer geloofd. Want hetzelfde geldt als de volgende keer doet je die chef Jaden wat. En dan krijg jij de schuld, want niemand gelooft meer dat jij het niet gedaan hebt. Ik weet echt niet meer. Als je nu toegeeft, krijg je geen straf. Ja, het gaat niet om te straffen. Het gaat om of je gelogen hebt of niet. Papa zou alleen teleurgesteld zijn in je. Wat betekent dat? Dat papa het gewoon jammer vindt dat jij dat gedaan hebt. Dat papa daar een beetje verdrietig van wordt. Als je daarover gelogen zou hebben. Dus ben alsjeblieft eerlijk. Heb jij dat gedaan, Jason? Ja. Zie je nou? Heb jij het gedaan? Wie zei dat gelijk dat wie het gedaan had? Chapeau gelijk. Mama, ik ken mijn zoon uit duizenden. Ik zie precies aan het gedrag. Precies. Zodra hij begint te draaien, hoe die. Maar jullie zijn nog niet boos. Nou, ik heb gedaan. Stil. We zijn teleurgesteld. Waarom heb je het gedaan? Ik had geen zin om de tanden te poetsen. Maar waarom geef je dan Jaden de schuld? Dat vind ik echt niet netjes van jou. Dadelijk had Jaden straf gehad door iets wat jij gedaan hebt. Dat is toch niet leuk? Dus ik vind dat je sorry mag zeggen tegen je broertje. Ja, vind ik ook. Kom maar beter, ga naar sorry zeggen. Dus jij was het? Nee. Dus je was het echt niet? Nee, je was echt Jason. Echt Jason. Schat, mama zei in eerste instantie gelijk toen ik mama Jason zag dat Jason het gedaan had. Ik zag het aan zijn gezicht. En dan slaan we met die jongen. Goed, Jaden, je hebt gelijk, ik zat fout. Sorry dat ik je niet geloofde. Maar ik vond het wel grappig dat je over geesten begon, een spoken. Daarom dacht ik dat jij loog. Ja, ik maar dacht... dan, en ik dacht, Jason moet zijn werk doen. Ik dacht, als Jason heeft het gedaan, dus ik heeft gelijk. Je had gelijk, jong. Maar weet je waarom papa nou dacht dat jij dus inderdaad gedaan hebt? Je hebt wel eens een keer die schierschuim leeggespoten daar. Dat heb je ook wel eens gedaan, hè? Mm-hmm. En daarom dacht ik dat jij het was. Dan zie je maar dat je heel goed moet gedragen, want anders heb je zo de schijn tegen je. Maar het was Jason. Het was uiteindelijk Jason. Nou, geef me een kusje. Moest die werk doen. Sorry. Maar het is Jason moest die werk doen. Ja, eigenlijk wel, want Jason zoeken wel een andere straf uit. Ik ben in ieder geval blij dat ik het opgeruimd heb. En Jason krijgt een straf die moet langer op een kamer blijven. Nou, wat vooral bij Jason ben, is dat ik vooral teleurgesteld ben dat hij jou de schuld wil geven. Dat vind ik maar jij hebt wel goed gepoetst. Dat ben ik wel. Voor straf, wat is hier? En Jason heeft niet straf. Wacht even, ook niet. Ja, ik ga hem even naartoe. Voor straf? Mag hij in de pyjama van Jelisha slapen? Ja! Hij mag in jouw pyjama slapen! Dat is de Jelisha! Nou, je paden!
Dat is een goede straf van Jason. Jullie heeft het echt niet gedaan. Hij moet echt niet slapen, ja. Ja, mijn complimentje hoor. Ja, nee Jason, bed in. Kom. Moet zeggen, Jacelina. Kom, liggen. Nou, heb je Jason trouwens zo... Nee, eruit. Je moet even Jaden nog sorry zeggen. Heb jij nog niet gedaan? Dat is ook nog een ding. Ja? Ja, dat wil ik wel van de knieën. Sorry Jaden, nog een keer. Zo, pas op. Dat was eigenlijk een straf. Ja, dat is zeggen wel een schotstraf. Nou, kijk uit. Zeg even sorry tegen hem. Sorry Jaden, om een keer in de knieën. Ja? Sorry, koop ik iets voor. Ja, daar heeft hij wel gelijk in, want hij heeft wel moeten schoonmaken door jou. En die tijd krijgt hij niet meer terug. Dus. Ja, eigenlijk moest jij het doen, want jij hebt het gedaan. Maar ja, hij zit nou in een meisjespyjama. Kom, naar beneden. Ja, het is straffen. Ja, ga naar bed, want dat duurt allemaal veel te lang. Happetap. Nogmaals, sorry. Maar zo maar, zie je wel dat... Weet je, ik wist het gewoon als Jason heeft gedaan. Ja, tuurlijk, want als jij ik het niet gedaan had... Ik dacht het in mijn hoofd als Jason heb gedaan... Toen ging ik denken als Jason heb gedaan. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Papa had je eigenlijk moeten geloven wat ik zei. Wat je van tevoren allemaal gedaan hebt. Zo zie je maar wat je doet. Dan moet je heel goed rekening mee houden hoe mensen over jou denken. Dus als je allerlei dingen zand over de vloer heen gooit. En schuimbussen ligt staat te spuiten. Dan wordt dat later tegen je gebruikt. Papa, zijn we nog vrienden? Ja, we zijn nog vrienden. Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Ik ga hier gewoon sowieso Jaden een kusje geven. Welterusten, Alda. Welterusten. Kusje, Jelisha. Ik zal de pyjama goed wassen, hè? Anders stink je dadelijk naar Jason als je hem aan moet. Dat is vies, hè? Wat rustig, schat. Zijn nog vrienden? Ja, nou weet ik wat het is, Jason. Jij zei het! Ja, maar weet je wat vriendschap is? Nee. Vriendschap is dat je elkaar vertrouwt. Weet je wat vertrouwen betekent? Nee. Dat je dingen doet wat de ander ja, behoort te doen. Is dat goed uitgelegd? Nee, is niet goed uitgelegd, hè? Vriendschap is dat je alles samen deelt. Vertrouwen is als jij dingen zegt dat je dat ook doet. Dat is vertrouwen. Dus jij hebt gezegd van ik heb het niet gedaan en toch heb je het wel gedaan. Dus als je de volgende keer zegt ik heb het niet gedaan. Ja, en je doet het toch, weet je. De volgende keer zeg ik heb het niet gedaan, dan geloof ik je niet, snap je? Ah. En vrienden, die vertrouwen elkaar. Die liegen niet. Die liegen dus niet tegen elkaar. Dus ik zou best vriendjes met jou willen zijn, maar kan ik jou ooit nog eens een keer vertrouwen? Kan ik jou nog een keer geloven als jij de volgende keer... Je gelooft me nu wel. Dat weet ik niet. Ja, je gelooft me nu wel. Nou, geef me een kusje, dan blijven wij nog vrienden. Oké, maar mag ik toch wel mijn pyjama uit? Nee, daar blijf je voor straf mee liggen. Kus. Nou, ik heb... Het scheelt dat wel, mama jou... Mag... Jij mag... Oh, dat is ook nog een straf van God. Ja. Jij mag wel de vlog afschuiten. Dus. Oh God. Doe maar, je mooie pyjama. Vond je dit een leuke video? Ja, lijf begint toen wel ik te kijken. En allemaal niks. En ik ga er niet meer slapen. Doei. Dag, jij gaat er mee slapen. Tot morgen. Nee, tot morgen. Zeker. En ik ga er niet meer slapen. Nee, zeker niet. Doei, meid. Dag. Doei, maar ik ga niet te slapen. Jawel. Doei. Doei, ik ga niet te slapen. Jawel. Nee. Doei. En het laatste woord. Ik ga niet. Tot morgen. Ik ga afsluiten. Dag! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het eventjes snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer!